Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal van vandaag, dinsdag 26 oktober. Vandaag in het journaal doen wij een samenvatting uit het Live op Belt-programma op de maandag via de STVS Niet Zomaar een Prikje. We beginnen allereerst met de coördinator van het NCT, Javier Assin. Hij zegt dat er momenteel een andere aanpak wordt gehanteerd om de mensen die nog aarzelen aan het vaccin tegemoet te komen. Zo worden verschillende buurten aangedaan waarbij er aan huisinfosessies gehouden worden om de mensen te overtuigen dat het vaccin veilig en effectief is. En dat heeft te maken met de groep die nu zich wil laten vaccineren. Dat is toch een groep die niet meteen in eerste instantie zei van ja, ik wil vaccineren, ik ben overtuigd. En er zijn behoorlijk wat mensen daar die geaarzeld hebben of getreuzeld hebben. Dus die komen we tegemoet met infosessies, met veel meer naar ze toe gaan, naar de buurten toe gaan, vaccineren op de werkplek, vaccineren in scholen. En we gaan het ook wat meer bekendmaken. Dat wil zeggen dat er campagnes komen, waarbij er veel meer ook over de voordelen en de risico's natuurlijk van het vaccineren gepraat wordt en ook van COVID. En waarin we ook hopelijk steeds meer komen in een wat optimistischer beeld, waarin het einde van COVID voor onze Suriname in zicht gaat komen. Suriname beschikt momenteel over een enorme hoeveelheid aan vaccins. Het goede nieuws komt vanuit de COVAX facility, waar Suriname al eerder een betaling gedaan had om in aanmerking te komen voor vaccins. Suriname komt nu in aanmerking voor het Johnson & Johnson vaccin. Met dit vaccin wordt er maar één keer gevaccineerd. Ook op de vraag als Suriname vaccins zal doneren alvorens die vervallen, gaf de minister aan dat de richtlijnen van de WHO hierbij zullen worden nageleefd. En dat is solidariteit tonen. Met betrekking tot onze voorraden moet ik zeggen dat wij een behoorlijke voorraad aan vaccins hebben. Daar zijn wij erg blij mee om, omdat heel veel landen, ook in de regio zelf, grote problemen hebben met de bevoorrading van vaccins. Ik kan hier aankondigen vandaag dat wij vandaag het nieuws hebben gehad uit de COVAX facility. U weet dat wij daar betaling hebben gedaan. Ja. En dat wij in ieder geval vandaag het nieuws hebben gehad dat Suriname is geallockeerd voor 21.600 Johnson & Johnson vaccins. Dat betekent, u weet dat de Johnson & Johnson vaccins een single shot zijn, dus één prikje met een redelijk goede dekking. En wij hebben gelijk positief gereageerd op dit nieuws. Dus op dit moment zijn wij gestart met de voorbereidingen om de vaccins hier te krijgen. Ja. Dus op het moment dat de vaccins hiertoe komen, dan heeft meneer Assin uiteraard nog een product aan in zijn lijn aan vaccins. En dan krijg je uiteraard ook wel wat meer motivatie misschien, want mensen wachten op specifieke merken. Ja, niet specifiek omdat ze deze niet leuk vinden, maar soms hebben mensen gewoon een vertrouwen in een bepaald vaccin, volgen dat ook. Dus uiteraard is het doel van de regering om zoveel mogelijk vaccins aan te bieden, zolang ze goedgekeurd zijn voor gebruik door de WHO. En daar zijn we dus nu mee bezig. Als het gaat om, u zegt het zelf, doneren. Ja. Dan moeten we even goed kijken naar het aspect van vervallen, het vervaldatum van vaccins. Het is uiteraard de oproep van de WHO is om solidariteit te tonen en partnerschap te tonen in je beleid. Ook de PAHO die heeft heel veel opgeroepen, CARICOM, van jongens, als één land hier geen vaccins heeft, dan moeten jullie elkaar steunen. Hm. En zo hebben wij ook onze eerste 51.000 doses gehad. 1000 van Barbados en 50.000 van India. Ja. Ten tijde toen India, net voordat India de zware golf heeft meegemaakt in februari, heeft India heel veel doses verdeeld onder de wereldbevolking. En Suriname heeft daar ook geprofiteerd van deze distributie. Ja, ja. En zo moeten we het ook zien. We zitten na te denken, iedereen vraagt, krijg ik een boosterprik? Kan ik dat? Kan ik mijn derde shot halen? Ik denk dat meneer Assin ook dat dagelijks meemaakt. Helaas op dit moment hebben we dat besluit nog niet genomen. We wachten op het advies van de infectiologen. Maar we kijken ook naar het groter plaatje in de regio. Ja. Als u straks, meneer Binna, naar Trinidad wil gaan of naar Jamaica vakantie, dan wilt u ook hebben dat daar een goede vaccinatiedekking is. Ja, klopt. En als wij ook een steentje kunnen bijdragen om in de regio
de dekking te verhogen. Omdat we weten dat als we niet snel genoeg vaccineren, onze vaccins gaan vervallen. Dan vind ik het zonde om het hier in de ton te doen. Sinds Suriname te maken heeft met een hoog besmettingsgraad en een tekort aan ziekenhuisbedden, is daardoor de reguliere zorg ook onder druk komen te staan. Het ministerie van Volksgezondheid probeert de balans te behouden tussen de COVID, de reguliere en de acute zorg. Gaida Sukul herinnert eraan dat president Chandrika Prasad Santokhi aan de Nationale Ziekenhuisraad NZR de opdracht heeft gegeven om ervoor te zorgen dat de patiënt genoeg aandacht krijgt en dat men de stroom aan patiënten aan kan. Over het COVID-19 beleid, wij proberen uiteraard de gemeenschap alsnog de zorg te bieden. We doen ons uiterste best om de reguliere zorg ook te kunnen bieden. Vooral de acute zorg, want het moet niet zo zijn dat we alle zorgpersoneel dirigeren naar COVID-19 en dat er niets overblijft voor de acute zorg en voor de reguliere zorg. Anders hebben we straks zoveel meer doden in de reguliere zorg dan de COVID-zorg. Dus daarin moeten we rekening houden, we moeten een goede balans op nahouden. Wij schalen op indien nodig, we houden rekening met heel wat zaken en de uitdagingen die zijn er, HR-personeel en allerlei andere verbruiksmiddelen, benodigdheden. En daar tussen laveren we. Je weet dat de president opdracht heeft gegeven aan de Nationale Ziekenhuisraad om ervoor te zorgen dat de patiënt genoeg aandacht krijgt en dat we de stroom aan patiënten aan moeten kunnen. Dus er wordt zeker gezocht naar een goede balans om ervoor te zorgen dat de COVID-19 zorg geboden wordt en dat de reguliere zorg ook geboden kan worden. De directeur benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat mensen zich gaan vaccineren, zodat de druk op de zorg wat minder wordt. Dit zal vooral door middel van informatie moeten gebeuren. Het ligt aan ons om een zodanige dekking van onze populatie te hebben, waardoor dat beschermingseffect uitgebeeld kan worden na de druk op de zorg. Is het, moeten we ervoor zorgen dat we meer mensen gaan vaccineren, zodat wij de druk op de zorg wat verlichten. Dus daarom hebt u hier ook een mooie presentatie gehad van al die strategieën die we gaan toepassen. Want we moeten zoveel mogelijk mensen informeren. Informeren over de bescherming en informeren hoe we door die bescherming de druk op de zorg kunnen verlagen. We hebben het vaker gehoord. In Suriname is het zo dat we december maand een heel speciale maand van maken. En vorig jaar december hebben we helaas niet zo'n speciale maand van kunnen maken. En het ligt aan ons om te kijken of we een zodanige dekking hebben van onze populatie, vaccinatiedekking, waardoor de bescherming, waardoor dat beschermingseffect uitgebeeld kan worden naar de druk op de zorg. Maar als de druk op de zorg afneemt, dan kunnen we wat meer toelaten in de samenleving. Want uiteindelijk gaat het daarom. Uiteindelijk gaat het om het feit dat we ervoor moeten zorgen dat we onze zieke personen een goede behandeling kunnen geven. En als er weinig plek is, dan gaan we daarmee rekening moeten houden. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er genoeg plek is? Door ervoor te zorgen dat mensen beschermd zijn, waardoor ze heel kleine kans oplopen om in de IC te belanden of om te komen te overlijden als gevolg van COVID-19. Dus het is een keus van de samenleving hoe snel wij deze bescherming gaan nemen, zodat we als groep genoeg beschermd zijn en de druk op de zorg gaan verlichten. Het is een keus van de samenleving hoe snel wij deze bescherming gaan nemen, zodat wij als groep beschermd zijn en de druk op de zorg gaan verlichten. Aldus de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar Sukul.
In de Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 122 patiënten met COVID-19 opgenomen. Het is het hoogste aantal nieuwe patiënten dat in een dag is opgenomen met het coronavirus sinds 22 mei. Dat blijkt uit dinsdag bekendgemaakte cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, LCPS. In totaal liggen er dinsdag 849 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 53 meer dan de dag ervoor. Op de reguliere afdelingen liggen 657 coronapatiënten, 60 meer dan maandag. Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt is wel gedaald naar 192. Dat zijn er 7 minder dan een dag eerder. Op de vraag of Suriname zich gereed mag maken voor feesten op 31 december, zegt dokter Javier Assin dat het vaccinatieproces nog een wat traag verloop heeft. Er is wel veel interesse, maar ook veel ruis over het vaccin. Mensen verspreiden nog steeds onwaarheden en dat maakt dat de twijfels onder de gemeenschap blijft bestaan. Of het realistisch is, is de vraag. Het gaat nu nog wat te traag. Ja. Om echt het zeg maar halverwege december te redden. Ja. Maar ik heb er wel nog steeds vertrouwen in dat het voldoende gaat oppakken. We merken dat er veel interesse is en we gaan ook dus op verschillende manieren de mensen proberen te bereiken. Er is ook veel ruis en daar moeten we ook wat aan doen. Ja. Omdat die ruis wel zorgt voor onnodige vertraging. Ik denk dat niemand erbij gebaat is wanneer er onwaarheden of bangmakerij voor niemand al wordt rond verspreid. Omdat we uiteindelijk daar met z'n allen, niet alleen degenen die daardoor wat meer at risk zijn, maar met z'n allen zullen we daar de prijs voor betalen. Want vergeet niet dat zolang de situatie zoals die nu is, code zwart in de ziekenhuizen en paars buiten, is het een schadepost, een enorme schadepost voor het bedrijfsleven. Is het een schadepost voor de zorg en voor iedereen die gebruik moet maken van de zorg. En uiteindelijk dus van iedereen, want wij moeten ook ons salaris krijgen van die werkgevers die nu enorm lijden. Ja. Dus we zijn er allemaal bij gebaat dat die vaccinaties wat meer gaan oppakken en dat we dus in de veilige zone gaan komen, waardoor de niet gevaccineerden niet meer beschermd moeten worden door beperkende maatregelen en we ook naar buiten toe veel meer open kunnen zijn en ook de handel bevorderd wordt. Ja. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het journaal van vandaag. Ik wens u een fijne voortzetting van uw dag toe en ik zie u weer een volgende keer.